Goed dat je kijkt naar weer een gloednieuwe fans Weekend. De serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen paar dagen met je doornemen. We gaan het vandaag hebben over alle onthullingen die zijn geweest. De nieuwe auto's van Aston Martin, uh, Alfa Tauri en Williams. We gaan het hebben over Latifi, die uh, beveiliging nodig had omdat hij allemaal doodsbedreiging had gekregen. En een terugblik met Max Verstappen op zijn heftige Crash in Silverstone. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Wil je dat wel graag doen? Nou, vergeet dan niet op de grote rode abonneerknop onder deze video te drukken. En op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerbeste. Laatste Formule 1 nieuws. Voor nu, laten we beginnen met de video. We beginnen met de eerste onthulling van de week, want Aston Martin heeft namelijk de AMR22 getoond. Het voertuig waarmee viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en teamgenoot Lance Stroll dit seizoen de punten bij elkaar moeten gaan verzamelen. Het is de eerste wagen van Aston Martin onder de nieuwe reglementen en de renstal zal met de AMR22 hoger willen eindigen dan afgelopen jaar. Het team werd namelijk zevende in het constructeurskampioenschap. Gaan we door met Max Verstappen, want die kregen het de afgelopen seizoen toch wel vaak aan de stok met Lewis Hamilton. Maar één moment was toch wel een van de heftigste van allemaal, en dat was die op Silverstone tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hamilton die reed Verstappen van de baan, en Max noemde het de meest pijnlijke van allemaal. Het was de meest pijnlijke van allemaal. Het was zwaar qua puntenverlies, maar ook letterlijk was het erg pijnlijk. Mijn nek, mijn rug, mijn schouders. Ja, ik ben best wel stoer en ik kan wel tegen een stootje, maar het is niet goed voor je lichaam of je hersenen om zo'n klapper te maken. Ik kwam thuis en vier dagen lang keek ik geen tv of deed ik geen simrace, omdat je hersenen moeten rusten. Zo zei verstappen tijdens een interview met The Guardian. En seizoen 4 van de hitserie Drive to Survive verschijnt op 11 maart op de streamingsdienst van Netflix. Dat maakte de Formule 1 deze ochtend officieel bekend. Ja, de populaire serie geeft de kijker een uniek kijkje achter de schermen tijdens het Formule 1-seizoen. Maar met name afgelopen jaar was er toch ook best wel veel kritiek op de serie vanwege het ja, dramatiseren van verschillende incidenten. Ja, pak jij alvast de popcorn erbij of skip je seizoen 4? Laat het weten in de comments hieronder. En niet alleen het team van de Aston Martin kwam deze week met het nieuwe wapentuig, ook de teams van Williams en de Alfa Tauri lanceerden deze week een auto. Alfa Tauri die deed dat afgelopen maandag door middel van een speciale, maar toch wel een beetje korte livestream. Het team heeft de afgelopen seizoenen behoorlijk aan de weg getimmerd en een opmars gemaakt op het middenveld. De Italiaanse Renstal zal met de gloednieuwe AT03 een nog prominentere rol op de grid willen gaan spelen en daarmee mee gaan dingen om de knikkers in de subtop. En dan gaan we nog door naar team van Williams die ervoor koos om dinsdag tijdens de livestream eerste livery te laten zien op een showmodel. Maar later op de dag werd dan ook daadwerkelijk de echte FW44 op een kletsnatte Silverstone gerold. Ja, welke van de drie vond jij het mooiste? Laat het weten in de comments hieronder. Sluit hem af met Nicolas Latifi, want die voelde zich genoodzaakt om vlak na de Grand Prix van Abu Dhabi beveiliging in de armen te nemen voor de bescherming van zichzelf en zijn familie. Dit in de aanleiding van haat en zelfs doodsbedreigingen aan zijn adres. Ja, het klinkt misschien gek, maar aan het einde van de dag weet je niet hoe serieus die mensen zijn. Het enige wat er voor nodig is, is dat je een dronken vent tegenkomt op een vliegveld. We namen die bedreigingen heel serieus en je weet nooit wat er kan gebeuren en daarom nam ik maar wat beveiliging mee naar sommige activiteiten. Ja, Overigens werd de Canadees wel van alle kanten gesteund door zijn collega's, zo liet hij ook weten. Ja, ik kreeg een berichtje van Lewis een paar dagen voor de race en dat was vlak voor ik met mijn statement naar buiten kwam. Al dus Nicolas Latifi. Dat was hem dan, om de fans Weekend van deze week. Voor dit een leuke video, laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!